Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 3 december. In het zuiden van het land is het nog erg mistig en daar vriest het. Lokaal komt daar gladheid voor. Maar verder zijn er vandaag flinke zonnige perioden. En in het tweede deel van de ochtend loopt de temperatuur op naar zo'n 0 tot 3 graden. Er staat vandaag niet veel wind. En zoals gezegd, het blijft zonnig en droog, zeker ook vanmiddag. De temperatuur kan dan nog wat verder oplopen. Het wordt zo'n 6 tot 7 graden. In het zuiden van het land kan de mist hier en daar wat hardnekkig zijn en dan wordt het niet zo zacht. Vanavond en vannacht is het afhankelijk vrij helder en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Vannacht gaat het dan een paar graden vriezen. Er kan weer mist ontstaan en lokaal kan het glad worden. En Morgen zijn er zonnige perioden. Smiddags dus worden het zo'n 2 tot 4 graden. In het noorden van het land kan de mist hardnekkig zijn en dan is het nog maar de vraag of de temperatuur boven nul gaat komen. Maandag zijn er nog flinke zonnige perioden. Later op de dag neemt wel de bewolking toe. En dinsdag en woensdag zien we ook meer bewolking. De kans op neerslag neemt geleidelijk aan ook toe en de temperaturen gaan omhoog. Vanaf woensdag kan het een graad of zes worden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.